Hallo allemaal. Hier weer een verhaal van ridder Job, ridder Timo en ridder Moos. Er was eens heel lang geleden in een land hier ver vandaan een heel mooi groot kasteel. En in dat kasteel woonden drie ridders. Ridder Job, ridder Timo en ridder Moos. Ze hadden elk hun eigen toren. En iedere morgen deden ze het luik open en keken naar de bergen, het bos, het meer en het dorp aan de overkant. Deze morgen was een speciale ochtend en de luiken van ridder Job en ridder Timo vlogen open. Goedemorgen ridder Job, goedemorgen ridder Timo. Gefeliciteerd hè? Ja, gefeliciteerd. Want ridder Moos was jarig vandaag. Ridder Moos werd 1 jaar. Oh, en de broertjes waren blij. Kom, we gaan gauw naar hem toe. Ridder Moos zat rechtop in zijn bedje te lachen, want ze hadden het bedje versierd met allemaal slingers. Goedemorgen, ridder Moos, en gefeliciteerd. Ridder Moos kraaide van plezier. Mama Nikki kwam binnen en papa Richard ook. Gefeliciteerd, lieve Moos. We gaan vandaag een groot feest maken voor je. Ridder Moos kraaide van plezier. Ze namen hem mee naar beneden naar de keuken waar Kok al zat te wachten. Met broodjes en oh heerlijke melk. Ridder Moos kreeg ook een helemaal versierde boterham en een flesje melk. Ze hadden toch een lol. Wat gaan we dadelijk doen? Nou, zei Kok. Ik ga een grote taart bakken met een grote eend erop voor ridder Moos. Oh, wat leuk. En wat gaan jullie doen? Nou, wij gaan het bos in en dan gaan we een kerstboom omhakken. Want die mag ridder Moos versieren vandaag. Oh, dat is leuk. De beide ridders stapten op hun paard en gingen het bos in. Op weg naar de boswachter. Boswachter, we willen een mooie grote kerstboom. Voor ridder Moos, want die wordt vandaag 1 jaar. Kom maar mee, ik weet vast wel een mooie boom. Ze gingen het bos in en ja hoor, daar stond een hele mooie grote kerstboom. Die moet het worden. Ze begonnen te hakken en te hakken en te hakken en ja hoor, daar ging de boom. Ze bonden hem tussen de paarden en sleepten hem mee naar huis. Aan de poort moest hij eronder door en dat ging allemaal maar net. De boom werd naar de grote hal gebracht waarin de Moos al zat te wachten. Hij kraaide van plezier. Hij had er zo'n lol in. Ineens klonk er een gil vanuit de keuken. Wat is dat nou? Is dat Kok? Wat is er aan de hand, Kok? Ik ben mijn eend kwijt. Ik had een hele mooie eend. En die ben ik kwijt. Ik kan hem niet vinden. Ridder Moos keek ook een beetje beteuterd en... Niks aan de hand, zeiden de beide ridders. Wij gaan wel zoeken. Ze gingen zoeken in de hele keuken, maar nergens was de eend te vinden. De eend was weg. Kan dat nou? Kom, we gaan kijken op de kamer van ridder Moos. Maar ook daar geen eend te vinden. Het was zo'n mooie, hele grote eend. Helemaal goud. En weg. Helemaal weg. Snap jij dat nou? Nee, snap er niks van. Ridder Moos keek een beetje verdrietig. Want hij had er zo naar uitgekeken om die mooie eend te zien. Want ja, je wordt maar 1 keer 1 jaar. De beide ridders zeiden, niet treuren, komt goed. Ze zochten verder, op de zolder, overal, maar konden nergens de eend vinden. Kom, we gaan buiten kijken, misschien vinden we iets. Ze keken en ze zochten, maar ook daar niks. Hoe kan die eend nou verdwenen zijn? Dat kan helemaal niet. Ze gingen terug naar de keuken naar Kok en zeiden... Kok, weet je zeker dat je hem kwijt bent? Want misschien heb je hem ergens anders neergelegd. Nee, ik
ik weet heus wel waar ik dat ding heb gelaten. Maar ik kan hem nergens vinden. Helemaal nergens. Nou, dan moeten we verder zoeken. Ze zochten nog een hele tijd, maar nee hoor, nergens een één. Ineens zei ridder Timo tegen ridder Job: het zal toch niet zo zijn dat graaf Groezel hem heeft, hè? Want je weet, alles wat blinkt, daar is hij gek op. Nou, zei ridder Job, ik zou er niet van staan te kijken. Ze stapten op hun paarden en reden naar het moeras. En vanuit de verte zagen ze het huisje van graaf Groezel. En daar zagen ze ook iets blinken. Door het raam. Ze gingen verder heel zachtjes, hadden hun paarden neergezet en keken door het raampje. En ja hoor, midden op tafel stond de grote gouden eend van ridder Moos. De beide broertjes waren nog nooit zo boos geweest op graaf Groezel. We zullen hem hebben. Ja, maar hoe gaan we dat doen? Want hij weet vast dat wij wel aan het zoeken zijn. Dat kan wel wezen. Ik hou mijn zwaard van vuur paraat. En jij houdt je lasso paraat. Ze waren heel brutaal en klopten op de deur. Klop, klop, klop. Graaf Groezel, kom naar buiten. Want jij hebt de een van ridder Moos gestolen. Hoe durf je? Onze broer! Er kwam geen antwoord. Natuurlijk niet. Maar ze zagen wel door het ruitje van de deur dat graaf Groezel al in een hoekje stond en dacht van, oh jee, wat heb ik nu gedaan? Ja, het is een mooie een en ik wil hem graag houden. Ik vind hem mooi en ik word er helemaal blij van. Dat kan wel wezen, maar hij is van onze broer en niet van jou. En als je hem niet gauw geeft, je weet wat je te wachten staat. Nee, 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 niet dat zwaard van vuur. Alsjeblieft, alsjeblieft. Hoe komen jullie erbij dat ik hem nou weer heb? Nou, dat was niet zo moeilijk om te raden. Heel langzaam ging de deur open en daar stond graaf Groezel een beetje beteuterd te kijken. Ik krijg nooit zulke mooie dingen en ik wil ook eens een mooie 1 of een 2 of een 3, maar ik krijg nooit iets. De beide broertjes keken elkaar aan en zeiden, luister, omdat het Moos zijn verjaardag is, zullen we geen zwaard van vuur gebruiken en ook geen lasso. Maar o wee, als jij nog één keer iets bij ons weghaalt wat van Moos is, nou dan weet je het wel. Nee, 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 ik zal het niet meer doen, ik zal het niet meer doen. Hij werd een beetje verdrietig, want ja, graaf Groezel, die kreeg nooit leuke dingen. Logisch, want hij was ook niet altijd leuk. De broers pakten de een en stopten hem in de zadeltas. En waarschuwde graaf Groezel nog een keer. Ze keken elkaar aan en zeiden, nou, voor deze keer, omdat Moos jarig is, doen we het maar niet. Ze reden terug naar het kasteel en Kok was blij en Moos lachte en had een hoop plezier. En de een kwam boven op de taart te staan, waar ook allemaal kaarsjes op stonden. En ja, ridder Moos had toch de kracht van de wind. Dus mocht de kaarsjes uitblazen van die hele grote taart. Hij haalde adem en blies de hele taart ondersteboven. En de kaarsjes uit. Hij lachte en lachte en iedereen zat onder de slagroom. Kok en mama en papa en Moos en Timo en Job. Iedereen had slagroom. Overal. In de oren, in de haren. Ze lachten en lachten en lachten. Zei Kok. Het is maar goed dat ik een reservetaart gemaakt heb, want dit had ik al wel verwacht. Ridder Moos, die lachte en lachte en had een hoop plezier. En je wordt tenslotte maar één keer 1 jaar. Ze aten allemaal een heerlijk stuk taart. En ridder Moos kreeg de leukste cadeautjes. Een auto. En een lieve knuffel. Hij kreeg van alles. Maar toen werd hij moe. Hij gaapte. En papa en mama brachten hem boven naar zijn bedje.
waar die al snel in slaap viel en droomde van een hele grote taart. Ook ridder Job en ridder Timo gingen maar even liggen, want die waren ook moe van het zoeken en de taart en de limonade en het feest. Al snel sliepen ze alle drie. En toen kwam er een grote olifant met een dikke snuit en die blies het verhaaltje uit. Tot de volgende keer.